Zijn we dan meteen? YouTube, goeie avond. Het is kwart over acht. Welkom bij weer de negende aflevering van de First Owner Poorman Road to Glory. Ik kom net terug van Feyenoord. Uh, ze hebben het een beetje verneukt. Maar ja, ze gingen toch geen kampioen worden dit seizoen. En ondanks dat ze een zaadpot hebben gespeeld, nog steeds negen grote kansen gekregen. Het waren, geloof ik, de eerste ploeg sinds PSV in 2014 tegen Dordrecht. Die negen grote kansen onbenut heeft gelaten in de wedstrijd. Dus. Ja, het is niet als ze geen kans hebben gecreëerd, maar ze hebben gewoon het gewoon niet afgemaakt. Ja. Uh, gebeurt een keer, HPSV uh, PSV ook bij winnen 2 uit. Uh, die wedstrijd heb je altijd een keer tussen zitten, dus heel vervelend. Maar ja, het is even niet anders. Uh, FIFA vandaag. Ik um, ben twee dagen niet meer om, op mijn account geweest. We hebben heel veel content erbij gekregen. Ik ga er nu even rustig overheen, wat we allemaal gekregen hebben. Uh, ook even van jullie laten weten wat je wel en niet zou moeten doen qua SBC's en objectives. Weet ik het allemaal niet meer. Dan staan hier nog zes packs die wij aan het einde... Van, aan, het einde, uh, ja, aan het einde van deze run van de, de uh, video gaan openen Dus dat duurt ongeveer 10 minuutjes, zijn we bezig Dan gaan we de packs openen Dan uh, ga ik Weekend League spelen op mijn stream um, En uh, dan uh, ja, wordt eigenlijk bij jullie meteen geknipt naar het einde van mijn Weekend League um, En uh, ja, dan zien jullie meteen daarna mijn Weekend League rewards voorbij komen um, Dus dat is een beetje hoe deze aflevering eruit gaat zien uh, laten we maar meteen beginnen met het nieuwe team dat gereleased is. Ik had dus verwacht dat ze wel wat meer spelers gingen releasen dan dit. Ik zeg niet dat ik hier heel ontevreden over ben wat ze released hebben. Maar, I don't know. Ik had verwacht dat ze meer kaarten hadden gereleased. Omdat we nu drie Europese toernooien hebben en super veel ploegen meedoen. Uh, en het zijn allemaal wel een beetje de basic kaarten. Uh, die allemaal vorig jaar ook al wel eens een. Special card hebben gehad. Een Mukiele. Een Tonali hadden vorig jaar allebei een objective card. Een Gravenberg had een objective card. Rodrigo had een objective card. Uh, al die kaarten zijn allemaal al een keer aan bod geweest vorig jaar. En ik had het wel leuk gevonden. Niet alleen vanuit mijn eigen belang. Dat ik graag had gehoord dat een uh, Gustil of een Sinisterra zo'n kaart had gehad. Maar ook. Weet je. De Conference League. Er zitten nu ploegen in. Die misschien niet zoveel mensen kennen. Maar als je nou een leuke speler uit zo'n ploeg zo'n kaart geeft. Dan gaan meer mensen die ploeg ook volgen. En dat is alleen maar beter ook voor. Um, ja, dat mensen meer het gevoel hebben dat ze ook een beetje bij het spel horen. En hoe vet is het als je bijvoorbeeld supporter bent van Slavia, Praag of van. Uh, uh, weet ik van Karabach? Dat, dat, dat je vanuit. Ja, die zitten volgens mij niet eens in de game. En dat je dat zo'n ploeg ook een keer een special card heeft in game Dat lijkt mij wel vet. Dus wat mij betreft, alles wel een paar kaarten per leak mogen releasen. Desalniettemin de kaarten die er zijn, zijn wel echt sick. Um, dus we gaan gewoon uh, vandaag proberen. Uh, om één van deze elf te packen. En. It, it, ik, ja, Sorry dat ik het zeg maar. De kaarten van de Conference League. De groene kaarten, vind ik eigenlijk het allermooiste. Ik vind die kaarten zijn zo fucking clean. Het is, ziet er echt zo goed uit. Uh, dus ja, het liefst pek natuurlijk son. Uh, Sane zit al in ons team. Dus daar zou ik ook niet vervelend vinden. Marquinhos. Uh, Isaac is sick. Maar ik weet niet of die in mijn team past. Vidal is lijp. Ga zo maar even door. Dus uh, ja, het team zelf op zich wel, uh, op zich wel lijp. Uh, dan de objectives. Ook hier geldt eigenlijk hetzelfde. André is op zich wel een leuke kaart. En ja, uh, hij is op zich ook wel goed en zo. Maar ook hier had ik graag een andere speler gezien. Vorig jaar natuurlijk André. Uh, ook uh, een objective of een SBC-kaart gehad. Die iedereen uh, gedaan heeft of gegrind. En het is eigenlijk altijd een beetje van hetzelfde. Um, dus Maar wel easy to grind, uh, Lekker een uh, friendlies. Dus dat is easy. Dat gaan we gewoon ook lekker op stream doen. Lekker casual. En vandaag hebben we erbij gekregen een player pick voor een leenkaart van een uh, Hero. En ik uh, zou dit dus allemaal doen als ik jullie was. Um, dus je hebt drie dingen die je voor moet doen. Vijf, uh, wedstrijden spelen in twee, vier wedstrijden twee goals of meer scoren. En drie wedstrijden winnen met een Frans, een Duitse en een Spaanse guy in je team. Dan krijg je dus een player pick met een lane van zeven wedstrijden op die um, uh, fut hero. En die kun je dus gebruiken in friendlies voor de rest van het jaar. Dus ik zou allemaal jullie aanraden om dit wel te doen. Want die kun je dus in je friendlies gewoon gebruiken. Ja, dan heb je natuurlijk week 4 bronze die ik zelf ook zou kunnen doen, eventueel. Um, maar ja, ik heb de punten bijna niet meer nodig. Want in Season Progress zijn we al aardig. Uh, op weg naar level 30. Dan hebben we dit volgens mij af. Claim Reward, wat gaan we krijgen? Een Gold Pack. Wat ziek, jongens. Holy shit. Nou, eh. Uh, dat was het niet waard. Volgens mij is er ook. Is er al een nieuwe teams bijgekomen, eigenlijk? <laughs> Spurs versus Ajax, koekoek, die had ik nog niet gezien. Relieve, relive the 2019 UCL semifinal clash Tottenham Hotspur versus Ajax. Which side are you on? Take your pick and battle it out. Wat denk je nou zelf? Wat? Wat denk je nou zelf? Wat denk je zelf, maat? Tottenham every day of the week, thank you very much. En wat moeten we daarvoor doen? Want dan krijg je ook altijd een extra dingetje van. Eh, uh, Tottenham Hotspur. Voor een premium Electrum. Score 10 goals with Premier League players. Alleen Squad Battles, maat. Waarom nou ook niet ook Rifles? Dan moet ik Squad Battles gaan spelen. Eh. Uh, what? What? Whoa. Uh, maat. Eh. Uh, what even? Wat? Ik. Nevermind. Hier kijken we nog wel een keer naar. Wat is dit zelf? Ik kan niet eens zien wat ik moet doen. Wat moet ik doen? Wat, 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 wat moet ik doen? Ah, ja, het zal wel. Uh, maar niet bellen. Dat doen we nog wel een keer. Daar hebben we nog twaalf dagen voor. Dus dat komt wel goed. Um, dus dat voor objectives. Dan hebben we uh, SBC's erbij gekregen. Uh, we hebben die wist hier wel behandeld geloof ik. We hebben gisteravond de Matthijs de Licht gekregen. Uh, die ziet er wel uh, sick uit deze verdediger. Maar ook... Ja, ik heb niet zo heel veel van de serie A en hij is, nou, niet echt heel duur. Dus misschien dat we deze wel met No Man Left Behind kunnen completen, eventueel. Zou ik zeker naar kijken. Um, deze heb ik sowieso liever dan Koulibaly, misschien nog wel, denk ik. ah Aan de andere kant, Koulibaly is wel een, een betere kaart. Denk ik. I don't know, daar moeten we nog even kijken. Uh, maar degene die ik sowieso wil doen, is Nabil Fekir. Want ik heb gehoord dat deze kaart echt insane is. Zijn kaart ziet er ook echt fantastisch uit. Um, en hij heeft een strong link met uh, Benzema, onder andere. Dus dat gaat onder mij wel helpen met de squad builders. Dus Fekir, voor een 83 en een 86 wil ik sowieso wel doen. Uh, als je de normale Rote Glory runt, ik geloof dat Real Betis... Ja, ik weet niet of, hoe ze er nu voor staan in de pool. Maar volgens mij moeten ze tegen het team van Weert tegen Bayer Leverkusen. Dus dat wordt wel een dingetje. Uh, ik weet niet of ze doorgaan, want ze moeten doorgaan in de Europa League. Als ze derde worden, dan krijgt hij de upgrade niet. Dus... Uh, als je gewone Rote Glory. Ik zou zeggen. Probeer eens een gewone Goldkaart. Eerst voordat je deze kaart gaat doen. Uh, wat hebben we dan nog meer? Die Underdogs voor een Jammer Premium goldpack. Pack. Hierdoor gaat de BPM omhoog, jongens. Want je hebt maar twee gouden spelers nodig. Maar wel 11 rares en 70 teamrating. Dus bronzen spelers van de main leagues. gaan allemaal skyrocket. Die gaan allemaal duur worden. Dus de BPM kan daadwerkelijk wel weer uh, goed worden. De Barking Matches moeten we nog doen. Die kunnen we uit de packs doen die we vandaag gaan openen. Misschien dat jullie die ook nog wel vandaag al in de video krijgen. Uh, Nieuwkomers challenge. Oh, die is een nieuw. Tour goal player pack. Oké, okay, wat moet je hiervoor inleveren? 50 chemistry. Yo! Bro! Dit kun je met allemaal bronzen spelers doen? Voor een toer goal player pack, maat! Dat is sick! Oh, die ga ik meteen heel even doen. En daarna kunnen we meteen doorgaan naar de packs. Clubs minimum 3. Players from the same league maximum 6. Rare players minimum 1. Bro. What? Dit is echt... Holy shit. Dit is een fucking goede SBC. Uh, ja, we gaan gewoon voor Engeland. Want dat is de makkelijkste. Um, zijn, is dit soort shit dan duur geworden nu? Nee. Oké, okay, achter. Dan kunnen die gewoon inleveren. Is dit soort shit prijzig? Oké, okay, dit is allemaal nog cheap. Maar ik denk er vooral dat de rares duur gaan zijn. Hoe duur is zoiets? Centerbackie? Ah, die verkopen ook niet. Oké. Okay. Zo, zo. Kijk, maar dit soort shit... Ja, dat dacht ik al, chat. Moet je eens kijken. What the fuck, bro. <laughs> Oké, okay, voordat wij Wikileaks gaan spelen... ga ik eerst even al deze shit verkopen. <laughs> Juju. Mij niet wel, hoor. In dit gaat allemaal de transferlijst op. Ja, komt u maar. Alle timmies gaan alsjeblieft, chat. Koop dit niet, hè. Je bent echt een Timmy als je dit doet. Maar gelukkig zijn er mensen altijd dom genoeg om dit soort kaarten te kopen. What? <laughs> Yo. Wat? <laughs> 6.2 wedstrijden. Ik ga sowieso door. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, nice. Oké, okay, die is van de Bundesliga, dus gaan we die doen. Volgens mij heb ik één rare speler nodig, toch? Ja, ik heb alleen nog één rare speler nodig. Even kijken hoor. Uh, brons rare. Uh, Engeland 3. Spits, die zal wel wat minder omhoog zijn gegaan. Ja, dat dacht ik al. Dus die kan ik wel even inleveren. Boom. Easy. W. Voor een toerangle player pack. En hierdoor is de bronspack pack met het zoveel beter geworden. Oké, okay, dat is sick. Oké, okay, dat wat dat betreft SBC's. Dan gaan we nu meteen over naar de. We beginnen met de slechte goalpack. Waar inderdaad niks in zit. Oh, kunnen we een special car packen? Dat zou wel sick zijn. Dat zou wel echt sick zijn. Even kijken, wat hebben we hier? Rare Players Pack. Dit is ook van Rivals. Too rare Goal Player Pack. Een rare Goal Pack. Oké, okay, de Rare Goal Packs zijn wel het slechtst voor mijn gevoel. En dan doen we wel de Too Rare Goal players Pack ofzo. Wat fuck het ook mag zijn. Worden... Oh, dit is Gulachi. Gulachi. Oh. Not bad. Dit is een goede pack. Dit is zeker chill. Want deze shit verkoopt dus allemaal. Ik weet niet voor hoeveel nu. Maar ik denk zelfs voor 400. Ik ga ze voor nu nog even opslaan. Maar die Rare Contract set, die verkopen allemaal. En ook YouTube. Voor heel veel geld. Uh, dus discard die alsjeblieft niet. Uh, zet ze altijd uh, te koop op je. Uh, op je trade -paal. Zeker voor glories is dat heel belangrijk. Altijd je contractenlisten. Zeker dit jaar. Die zijn gewoon best wel veel uh, coins waard. Dus uh, doe dat alsjeblieft altijd. Nou, Raggle Packs zijn zo slecht als altijd. Wat is dit? Konkelentje. Konkelentje. Nou, verder uh, niet echt iets om uh, over naar huis te schrijven. Dan de 2 Raggle Player Pack. Kunnen we iets van een walkout packen? Hallo Borden. Oh, 83 raid En een duplicate AK. Maar dit is gelukkig tradable. Dat was er van allemaal bronzen trouwens. Hij is een insane SBC. Oké. Okay. Rare Electrum. Dan de Mega. En dan 250K's. Come on. Kom op jongens. Weer borden, helaas. Wel 84 PK though. Dat is best wel prima nog voor, voor daar. Voor de. oh, I bet you. Ha, <laughs> what? <laughs> Mat. Eh, uh, hoe duur? Oké. Okay. Oké, okay. no question. Oké, okay, die ga ik dan wel bewaren. Alles onder de duizend bewaar ik. Zo, prima. Oké. Okay. Dan de mega pack. Kom aan. Even één walkoutje, uh, jongens. Ja, het is een gewone walkout, dus dit is sowieso geen Neymar. Weer Fabinho, duplicate Fabinho, maat. Maar, dit is wel tradable volgens mij. Wel een duplicate Fabinho, dat is wel echt sick. Verder zit er niet echt iets in de pack. Uh, buiten weer allemaal contracts. Die ga ik allemaal nog wel een keer listen, maar ik heb wel. Oh, drie enken. What? Oh, die Nou, je kan natuurlijk niet prijsvergelijken nu doen. En a shadow. Oh, a W. Oh, die ga ik even bewaren, chat. Dit kan ik gewoon naar mijn uh, treepaal. Hupste Oh, dit is op zich, op zich niet slecht wat hier allemaal in zit. Oké, okay, dan de 250 case nog. Let's go. Come on. In een van de twee moet toch een special card zitten? Nee, weer borden Oh, weer Keza. Oi oi oi. De mende toch niet. En het is untradable. En verder ook niks van een Dangler of iets wat goed is. Dit is tradable. Dit is untradable. En dit is untradable. Deze ga ik voor jullie even discarden voor de. Hoe heet het? Uh, de YouTube aflevering. En dan de laatste pack. Uh, voor jullie voorlopig. En dan knip ik hem door naar einde Weekend League. Ja! Dit is de Champions League kaart! Kom op, wie is dit? Oh, jongens. Let's go. Hoppetee, hoor. Yo. Fucking W, chat. Kijk die kracht is. Maat. Yo, dit is alles wat ik, wat ik om kon vragen, jongens. Meer hoef ik niet te hebben. Oi, 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 Come on, Dangler, Dangler. Oeh. Oh, weer een opa, dat is de derde opa die ik heb. <laughs> Yo, maat. Yo, deze kaart is cracked. Kijk die passing statistics. Dribbling is insane. Defending is insane. Oh, oh my god. Medium high work rates. Yo, met een anchor chat op CDM. En een stroomling met mijn Hernandez. Yo, we gaan mijn team ombouwen. We gaan meteen mijn team ombouwen. W, jongens. Holy shit. Manolas, die is tradable. Stones, tradable. Opa is untradeable. Dus we moeten Opa even in een SBC gooien. Oh ja, nee, die. Chat, we gaan Opa discarden. Hoeveel is Opa nog? Je heeft iemand nog een Opa nodig? You? <laughs> Oké, okay, ik ga even mijn team. Uh... Uh, ombouw. Oh, we hebben, een, uh, we hebben nog een preview pack. Hebben we nog een preview pack? Een preview pack Nee, we hebben nog Shinyax staan. Eeuw. Oké, okay, ik ben zo bij jullie terug als ik mijn team uh, omgebouwd heb. Ja, jongens, welkom uh, ja, terug. Ja, Ik heb dit uh, natuurlijk uh, geknipt voor jullie. Dus jullie hebben als het goed is niks gezien. We hebben nu bij deze uh, Nabil Fekir Road to the Knockout Stage gecomplete. Die gaat direct ons teamen. We krijgen wel een walkout animatie. Kunnen we kijken hoe deze eruit ziet? Oh, dit is borden. Wow, het is niet eens een walk chat. Fekir is geen workout. Oh, toch wel. Oh, ik weet niet hoe dat dan precies werkt, maar goed. Die kan direct onze club in. Um, dan kan ik jullie meteen even laten zien hoe mijn nieuwe team eruit ziet. Dit is hoe die er nu uh, uit is komen te zien. Als Fekir even wel in-game uh, erbij wil komen, alstublieft. Dank u wel. Er staan een paar spelers of chemistry. Uh, Pedro, Fekir, Mane en... Samedo, maar dit is wel de manier waarop ik mijn beste spelers wel in het team kan krijgen. Um, dus dit is hoe we het voorlopig even gaan doen. Helaas, het en Sani naar de bank. Maar dat is ook niet zo heel erg. En hoe meer special cards ik in mijn team heb, hoe leuker het is, uh, vind ik. Um, dus dat, zo gaan we Weekend League spelen. Um, ik wil nog heel eventjes deze twee packs voor jullie openen. We beginnen even met deze. En dan wil ik jullie er echt nog even op attenderen. dat. Je echt even je club moet doorspitten en alle brons en zilver Allemaal de prijzen checken Want iedereen is momenteel echt insane duur Vanwege die daily sbc's die er uh, zijn uitgekomen um, Dus check echt even allemaal je clubs op, uh, op dat soort shit Waarschijnlijk is dat misschien nou net wat te laat Oh what the fuck Oh, dit is geen. Nee, 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 dit is niet Messi. Nee, nee, nee. Die vlammen waren verkeerd. Die waren niet tegelijkertijd. Nee, hier trol je mij niet mee. Ik zie heel veel mensen die hier door getrold worden. Uh, maar daar gaat ik nergens over. Want die vlammen. Uh, als het een 88 blitz is, gaan ze allemaal tegelijk. En nu gingen ze om en om. Dus ja, helaas geen Messi. Was leuk geweest. Uh, oh, de dubbele Marshall. What the fuck. Oh, die is ook echt niks meer waard. Uh, maar goed, uh, SPC volgt er terug mijn club in. Dat is natuurlijk uh, nooit uh, vervelend. Um, ja, dus ik ga daar even de prijzen checken van al die spelers in mijn club. En uh, dat ga ik jullie misschien nog wel eventjes meenemen daarin. Uh, hoe we dat doen. Dus dan gaan we naar de trade pile. En dan gaan we uh, even kijken op oh. bronzen spelers. Uh, quality bronze. En ik ga je, kan je nu vertellen dat dit soort spelers echt belachelijk insane duur gaan zijn. Kijk dit, jongens. Holy moly. En. Deze is. Ja. Oké, okay, deze is wel van Main League, dus die ga ik bewaren. Maar ook deze guy, ik ga je nu vertellen, Centremid Duits. Hier. Gewoon 1,5 k. Dus je kan. De hele avond kun je gewoon bronspacks openen. En je gaat waarschijnlijk alleen maar winst maken. Want alle rare spelers zijn allemaal. Oké, okay, behalve deze dan. Allemaal super duur. Ik zal nog even een random Chinese guy pakken, die misschien wel prijzig is. Hier. Fucking random Chinese guy is ook 1 k. Alle Timmies zijn deze nu aan het kopen, chat. Dus verkoop alsjeblieft al je kaarten die je van in je club hebt. Um, en dan ja, maak je sowieso hier uh, zieke winst op. Dit uh, is eventjes rustig aan het verkopen. Oh, en voordat we Wikidek gaan spelen, uh, gaan we nog even de Wikidek Rewards openen van uh, Tijd. Ja. Nou, eerst de Red Picks. Kunnen we een Mane of een Tio Hernandez eruit krijgen? Dat zou wel heel sick zijn. Kom ja, op. Eén van, van die twee. Eén van die twee. Maan is het altijd in de eerste volgens mij. Kijk, Muller is al lekker hoor. Dat is de ene hoogste rated kaart. Dus dat is voor SBC folder is het echt nee, super. Nee, Navas is nog één. Oh ja, die is nog eentje hoger inderdaad. En dan. Ah, ja. daar ja. hebben we Navas. Holy shit, gast. Qua folder is dit sowieso al wel nice. Nou, 88, 89 80, komt nu 90. Zo okay. werkt dat toch? Oef. Ja, dat is uh, niet best. <laughs> Oké, okay, maar ik denk niet nou, dat je hier niet eens ontevreden mee mag zijn. Nee, maar niet een super van Lozano of wat, ja. Nee, helaas. Nee, dat was een glitchje, hier. Dat ze tradable waren. Ik zou die, ja, die guy pakken. Nou, op zich geen slechte rap picks Die navels is ook nog wel goed volgens mij. Die zou nog kunnen gebruiken. Know, ja, nou ja, die kan ik wel gebruiken. Gaan, Gaan we alles in openen? Maak geen als kut. Ja, ja. Oh, W-chat. Nog een paar packies. Heerlijk. Kom aan weer. Uh, mega Megapack. Een Borden. Dat is uh, Fernandinho. Allan is nogal wat coins waard, maar deze guy niet. Nee. Nee, die is echt uh, helemaal niks waard. Die contracts moet je straks... Die rare contracts gaan nu echt voor 400 ofzo. Ja, ik heb legit ook mijn non-rares verkocht voor 350 vandaag, omdat JD dat zei. 350?! Ja, ik heb ze echt 60 gelist of zo. Holy shit, dat is echt van. insane gast. Ja, het is echt dom te maken. Yes. Wil je niet klagen. Ja, mensen die openen gewoon die shit niet en die moeten dan op deze manier aan een uh, dingen komen. Nou, de volgende. Oh, je gaat meteen de Tibot Weekpack openen. Ja, oh, ja. mijn god. Wat zit erin? Oh, oh shit, nee, helemaal kut. Helemaal nog kut. Nog kutter dan de... Oei, oei, oei. Deze is niet eens een Discard zijn. Oh nee, die is nog wel wat uh, coins waard. Omdat hij uh, ziek voor pace heeft. Alleen, hoe ga je hem... Oh ja, hij is wel van de Bundesliga. Oké, okay, fair point. Hij heeft strongling met aan. Uh, ja. <laughs> discard you. Alright, <laughs> en dan nog... Uh, oh, de prim Prime Premier League Pack. Van level 27, nice. Nice, nice, nice. Ai, ai, ai. Ja, Tiedemans. Oh. Tita, tita Tielemans. Oef. Allemaal intredable waarschijnlijk. <laughs> Hee. Uh, even een upgrade. Even, uh, even Alright. Nou. Eerst maar even die uh, die two Rare Player Pack. We mm -hmm. die maar weggewerkt. Uh, oh, Jumbo ja, Rare die... Player Pack. Ja, ik heb er drie. Oh, oh, uh, oh, Harry Kane! <laughs> Hij staat daar ook. Voor. Hij staat er al, ja, dat is super dom. Dat is weer geglitcht. Maar wel nice. Ook dit uit is al. Wel... Maar... Oh, nee, dat was uit de Jumbo Rare Player Pack of zo. Nee, nee. Jawel. Oh, wel. Ja, ik had de verkeerde geopend, maar maakt niet uit. Dit was de tradable. Maar uh, ja, W. Oh, no. Hoppakee, 30k. Maar e oh, dat had ja. Dat was wel nice, ja. De rest van de pack is. Uh... God awful. WW. Mr. Prison enzo. Mr. Prison, ja. Was hij nou in de bak gekomen dat hij met zijn vrouw op uh, huwelijksreis was gegaan? Zoiets. Nou zijn ja, vrouw is mishandeld hoor. Oh, mishandeld. Oh, ja, en na die mishandeling had hij nog contact gezocht met haar. dat was het inderdaad. Ja. Oh ja. Ja, die zijn uh, nog steeds Discard die 83. Dat is echt belachelijk. Oké, okay, en dan nog 200 CapEx, jongens. Kom op. Hier moet ook wel even zo'n promo kaartje in zitten. Ik had hem uit de 50k -pack. kom op. Ah. Oh, nee jongen, hoe kan dit nou? Oh, Barella is, zou voor mij wel sick zijn, maar <laughs> voor jou yeah, boeit het geen reet is wel goed. Oh, het allen, oké. Okay. Yeah. Ja, dit is wel een massive L. Holy shit. Massive L! <laughs> Nee, ja, ik denk dat allemaal aan het reden. ja. Ja, dat denk ik ook, ja. Dan kun je gewoon één nieuwe upgrade pack voor maken. Nog een Tour of pack en dan de laatste 100k pack. Helemaal niks. Kom maar, Lacroix. Ja. Hé, hey, Daniel. En de laatste 100k, ah, oh, kom op, Tijn. Even nu, als je hier geen walkert uit hebt, dan is het wel echt... 380 minimaal overwezen, kom op. Ja. Oh! Frans! Oh, nee. Benzema. maar. nee, 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 nee. Oh. Nee, oh nee, nee, nee. kan er ook met twee zijn, hè? Kante, Benzema of Mbappe. Oh, nee, en dan wordt het ja, Benzema. Ja, dat is Kante helemaal vergeten. Nou, Denkler nog erachter. Hier kan nog een special card achter zitten. Of niet? Oh, jezus, deze pack. Je hebt letterlijk zes spelers, zeven spelers boven de 80. Oh, je hebt hier ook nog een paar zitten. Jesus Christ. Alright, jongens. Uh, knipje in de video. En dan ben ik terug met mijn eigen Weekend League Rewards. Voor de chat is dat morgen. En uh, voor jullie is dat eigenlijk uh, nu. Oké. Okay, uh, YouTube, sorry. Uh, <laughs> nog steeds geen Weekend League Rewards. Ik was helemaal vergeten dat we dit nog moesten doen. Uh, dus ik ga eventjes snel deze SBC's voltooien. Dat kunnen we misschien wel in de video laten. Ik weet nog niet of ik dat ga doen. Um, even kijken: 11 rare spelers, waarvan 2 goud. Um, dus dan moeten we even kijken welke. Twee gouden spelers wij untradable hebben. En het, je wil eigenlijk uh, jongens. Wil je hier zoveel mogelijk 82 reddit spelers die je zelf niet gebruikt hier inleveren. Zodat je de rest van je squad allemaal brons kan doen. Uh, dus bijvoorbeeld Hazard. En Brand. Kijk die twee zijn best wel hoog reddit. Die hebben een perfect link. Oh nee een strong link met elkaar. En nu kan ik de rest. Gewoon allemaal brons. Oh ik, zou, ik moet eigenlijk even nog een BvB speler inleveren. Ik weet niet of ik die nog heb. Borussia. Alleen Emre Can, dat is met Jan die wil ik namelijk niet inleveren. Uh, ja, dat moet wel goed komen. Even kijken. Brons. We moeten 11 rare's zijn, hè? Ja, oké. Okay. Ja, nice. Oké, okay, dat is hem. Dan hebben we de Marky matchups ook afgerond en dan kunnen we meteen weer verder gaan met nog meer packs. Ja, dat was rating, juju. Uh, dat was rating inderdaad. Alright. Three Golden Gold. Playerpack hier kan volgens mij niks goeds in zitten. En natuurlijk pakken we weer een duplicate, as usual. Uh, en dan hebben we nog echt al een paar lekkere packies. Een small rare mix. Die gaan we als eerste pakken. Er zitten twee rare gouden spelers in. Kunnen we nog een promo kaart pakken? Dat zou mooi zijn. Wel uh, Borden Schmeichel. Dat is niet vervelend trouwens voor SBcs. Nee, dat is helemaal niet vervelend. Dat is 85 rated. Hacking W. oké. Okay. Even kijken hoor Prime Electrum Premium Mixed Jumbo Premium Gold Pack Dit is uit die ene SPC uh, Waar ik allemaal rare bronzen voor gebruikt heb Helaas zit er niks in de pack Maar ja, je kan natuurlijk niet altijd wat hebben Oeh, dit is wel een hele slechte pack Ugh. En dan De Premium Mixed Let's go Oh hier een walkout Weer die Maria. Oh nee. Hé, <laughs> hey, die Bala die hebben we ook al. Hartstikke mooi. En Dumfries. Holy shit. Weer chill voor SBC's. Die Bala. Dat is hartstikke mooi. Oké, okay, die kan ik daar niet heen sturen. Dus uh, we hebben nu twee die Balas die we kunnen inleveren in een SBC. Dat is hartstikke mooi. Uh, nog twee. Een 25k pack en een Prime Electrum. Come on. Geen uh, promo-speler, helaas. Oh, Ricardo Pereira. Yo, die kan direct ons team in. Hey, W, chat. Die is beter dan Semedo. Die kan direct in mijn team. Hoe duur is deze kaart nog? <laughs> 3K of zo. Wai, wow, yoga's. Maar dit is voor mij wel chill. Want, want hij is sowieso beter dan Semedo. Yo, dat is fucking nice, oké okay, Had ik niet verwacht En dan, kom op jongens Alsjeblieft, geef mij die Mooie, groene Hungminson Kom on Helaas, oké okay, Nu ben ik echt met jullie klaar, jongens uh, Ik zie jullie terug bij de Weekend League Rewards Als ik uh, klaar ben uh, met de weekend uh, Jongens Voordat ik de Weekend League Rewards ga openen uh, dit is nu mijn trade pal. We hebben 30k gemaakt door het alleen verkopen van bronzen spelers. Dit soort kaarten gaan allemaal voor 1600, 1400 per stuk. En we hebben zelfs een bronzen rare Argentijn verkocht voor 10 fucking k. Er is een Timmy geweest die deze kaart nodig had in zijn SBC. En 10k uitgeeft aan deze speler. Nou ja, jullie kunnen de rest kijken. Uh, alles verkoopt momenteel. Uh, dus dit is waarom je met het doet. Al je bronzen rest. Altijd, als ze niet verkopen voor 300. Altijd alles opslaan in je club. En als er één keer een daily SPC komt waar je bronzen voor nodig hebt. Gaat alles fucking hard omhoog. Want iedere fucking Timmy gaat SPC's kopiëren van, eh, van Futbin. En dan krijg je dus dat dit soort spelers allemaal tantoe duur gaan worden. Bijna alles is verkocht wat ik in mijn club had. En ik ga je straks legit 35k in opmaken. Insane. Insane. Dat wilde ik jullie nog even laten zien. We gaan momenteel 2-0 in de Weekend League. Dat gaat goed, dus uh, we gaan zeker lekker. Uh, dus, ja, ik zou tegen jullie zeggen, jongens, check je club. Ga al je spelers verkopen die je hebt. Want echt, er zitten met een paar timmies op het spel. Dat is ongelooflijk. Uh, hebben we. Ja, we hebben de preview packie. Daar kunnen we niet van mee beginnen. Kijken of hier iets lachen in gaat zitten. Oh, what the fuck! <middels> Spits! Oh my god! Oh my god! Nee, geen W. Ik heb Sakalo SBC gedaan. Kutzooi. Oké, okay, dit is een goed moment om terug te komen bij YouTube. Uh, YouTube, hallo? Uh, Geknitst naar de volgende dag, Dan zijn we weer. Ik open een preview pack, en we krijgen Benzema. En het, het was een 88 plus met Frans. Dan kan het dus zijn Kante, Benzema of Mbappe. En we pakken fucking Benzema terwijl ik net een week geleden zijn Kauolo SBC heb gedaan. En nu is die hele SBC dus worthless geworden, want ik had gewone Benzema nu kunnen gebruiken. God damn it, Chat. God damn it. Maar uh, ja, we zijn dus een dagje verder. Ik, ze uh, gaan nu 8 om 4. We gaan eigenlijk proberen om tot de 12 te komen. En dan gaan we straks eens de packs voor jullie openen. Uh, dus uh, ja, we zijn vrij snel bij jullie terug met de Weekend League. Ja, jongens, we zijn klaar. Jullie zien onder mijn camera staan. We zijn 12 om 5 gegaan. Ik heb meteen de eerste 4 potten gewonnen. We gingen van 8 om 4 naar 12 om 4. Uh, en daarna verloren we meteen de eerstvolgende, best wel dik. Uh, dus 12 om 5. We hebben ook 3 wins weggegeven. Dus uiteindelijk 12 8. Maar 12 5, want daarna ben ik gestopt met spelen. Uh, dus beter dan vorige week al, vorige week rank 3. Deze week rank 2, misschien vorige week rank 1. Zou ziek zijn. Daar zijn onze rewards: 60k coins, een primitive Team of the Week Pack, 100k pack en een mega pack, en drie player picks. En ik zou het heel ziek vinden als wij hier Hello. rode mane uit kunnen pakken Dus laten we eens even gaan kijken of wij een zieke speler kunnen krijgen. Come on. Uh, we move. Oké. Okay. de uh, tweede. We're cutting six. Come on, we have Oh! W, chat! Let's go! Memphis Defy is daadwerkelijk een W. Holy shit, Ja, yeah. ja, 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 ja. Dit is ziek. 5-star skill moves. Deze gaat sowieso in ons team. Die moeten we in ons team zetten. Dit is nice, jongens. Ja, 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 ja. Dit is een W. Nice, Memphis. Oké, okay. ik ga nu al niet meer klagen over de rest van, over de laatste player pick. Ik heb al gewoon een prima rode playerpick gekregen. De laatste Kunnen we ook iets zieks krijgen, ook een OJR's bal voor de rating. Oké. Okay. Hey chat, prima reward. 86 rated to pie is gewoon een goede uh, player pick om te krijgen. Maar ik heb van mensen gehoord dat hij super chill is, dus we gaan hem zeker testen. Uh, en dan. Gaan wij nog heel eventjes de rewards openen. Die wij gekregen hebben. We gaan gewoon alles openen. Dus de mega pack, de 100k pack en de premium team of the week pack. Laten we beginnen met de mega pack. Come on. Kunnen we een objective card of een uh, promo kaart pakken? Nou hier in ieder geval niet. Dit is nooit goed. Uit een uh, Brazilië. Uit uh, Borden. Ah, ik heb een gewone fik hier. Oh. Hoe duur is hij eigenlijk? Nou, valt mee. Dit ga ik gewoon opslaan voor, uh, hoe heet het? Voor SBC's. Die contracten, chat, allemaal verkopen. Want ze verkopen nu allemaal echt voor 400, 500 coins. Dus ik moet die allemaal gaan listen. Uh, Shadow is ook wat waard, maar dat boeit niet zo heel veel. Hier nog duplicates. Zo. Klop is 5k, dat denk ik ook inderdaad. En dan de 100k pack. Kunnen we ook iets moois krijgen uit de 100k pack? Kom op. Oké, okay, een 86 of 87 rated speler. Dit is Koulibaly! Oh! Nice! Oh, dit is fucking chill. Dan hoeven ze SBC niet meer te doen. Dit is nice, chat. Oh, die kan ik vervangen voor Lang Le. Koulibaly is fucking sick voor First owner. Let's go, jongens. Goeie weekend, League rewards. Fucking nice. Kunnen we nog een Cheeky Little Dangler krijgen? Een Eh, uh, Kimpembe bijvoorbeeld. Een Kimpembe. Nee, nee, dit is niet echt een dangler. Helaas. Nou, die kunnen we discarden. Oké, okay, uh, ik ben zo bij jullie terug. Ik ga even snel nog de SPC in elkaar flansen. Uh, voordat we gaan uh, onze echte rewards nog gaan openen. De echte Team of the Week pack. We hebben hier nog namelijk een... Is dat deze? Nee, waar staat die nou? Ben ik nou blind? Oh, hier. Een rare Electrum. Ik ga deze SPC nog even in elkaar zetten. En dan ben ik zo terug met deze pack en onze uh, Team of the Week pack. Ingeleverd voor een rare Electrum. 4 Gouden en 7 Silvers. Zou wel leuk zijn als we misschien nog iets uit de rare Electrum zouden kunnen packen. Um, 82 overal is gegarandeerd. spelers dus helaas gaat dit niks goed zijn. Dat is ook Campos. Kom op, Kimpenbe. Kimpenbe, Kimpenbe. Geen Kimpenbe. Oké, okay, ja, dit zal een beetje een matige pack. Oké. En dan, om de video af te sluiten, alvast weer bedankt voor het kijken, jongens. Het is een beetje een chaotische aflevering geworden. Sorry daarvoor, maar ik moest mijn weekend Leaks verspreiden over de zaterdag en de zondag. Dus helaas, uh, ja, is een beetje een chaotische video, maar goed. Dat vinden jullie vast niet erg als wij hier Sadio Mane uit gaan pakken. Dat zou wel heel ziek zijn. Doe even een duimpje omhoog. En aankomende Z vrijdag is weer de nieuwe aflevering, aflevering 10 dan volgens mij. Kom op. Kom aan. Ah, shit, chat. Nee, 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 nee. Dit is niet best. Dit is niet best. Oeh, nee, nou nee, ja. Dit is denk ik helemaal niks waard, hè? Dit is discard. Discard en discard. Oké, okay, nou, dit gaan we gaan opstaan in de club dan. Kijken wat we daarmee doen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En houdoe.